Tot nu toe werd expressionisme vaak gezien als een kleurrijke kunst die dus van binnenuit wordt geschilderd. En dan gaat het heel vaak over de gesten van de kunstenaar. Deze tentoonstelling is meer een cultuurhistorische tentoonstelling, zou je kunnen zeggen. Dus de kunstwerken van Kirchner-Nol zijn uitgangspunt om een ander verhaal te vertellen. Vaak denken we dat kunstenaars zoals Kirchner en Nolde een soort genieën zijn die helemaal hun inspiratie uit het niets halen. Maar eigenlijk zien we dat ze echt schatplichtig zijn aan de werken en aan wat mensen uit niet-Europese landen gemaakt hebben. I think if we are to better understand the present that we live in, we need to learn more about the past. So the first thing is for visitors to learn from this history, a history of relationships, a history of encounter, what that produced, but also to learn that that history lives on in the present, that actually the relationships, the hierarchical relationships and racial relationships that characterize that encounter between the two artists and the people in the Pacific continue in the world that we live in today. De tentoonstelling gaat uit van twee kunstenaars, Kirchner en Nolde, die lid waren van de kunstenaarsvereniging Die Brücke, 1905 in Dresden opgericht. Die Brücke dat was onderdeel van een bredere beweging die dan expressionisme werd genoemd en waar het bij ging om kunst vanuit je gevoel eigenlijk te tekenen en te schilderen. En om die vernieuwing van hun kunst te bereiken, gingen de kunstenaars kijken naar kunst van buiten Europa in de etnografische musea. Ze gingen ook naar tentoonstellingen, koloniale tentoonstellingen. Alles om een nieuwe beeldtaal te vinden en ook om een authenticiteit te zoeken. Deze tentoonstelling was niet mogelijk geweest zonder de samenwerking met een heel aantal externe experts. We hadden die expertise van buiten absoluut nodig. Omdat wij het ook niet in huis hebben. Maar het ging er ook om verschillende perspectieven in deze tentoonstelling te krijgen. Om een meerstemmigheid te laten zien in de tentoonstelling. We zijn hier nu in het Oceaniedepot in het Tropenmuseum. En hier hebben we heel veel objecten uit voornamelijk Nieuw-Guinea. Vanuit het stedelijk kwam ook de vraag om te kijken of wij niet alleen het verhaal van de kunstenaars konden vertellen. Dat is altijd weer een westerse blik uiteindelijk. Maar of we ook werken vanuit het gebied zelf aan het woord konden laten. Om te proberen om het verhaal eigenlijk vanuit de mensen zelf te vertellen. Dus vanuit de mensen uit Nieuw-Guinea zelf te vertellen. We hebben ervoor gekozen om grote foto's in de tentoonstelling te laten zien en om door de foto's de historische context aan te geven die er natuurlijk was, maar die in de schilderijen en tekeningen vaak niet zichtbaar is. En met name dan ook foto's van personen waarvan wij proberen zoveel mogelijk het verhaal te vertellen. In the exhibition, the choice has been made to move away from a focus on artwork from the two artists. In a way, I think that tries to do is that an important attempt to try and push against the categories of distinction. Very often, to think art and ethnography is very often to think the West and the rest, in a way. And that is the kind of genealogy of the institutes that we represent, the Stedelijk Museum and the National Museum of World Cultures, that art belongs to the Stedelijk, an art institution, and artifacts belong to us. So in a way, I can understand the desire to do that for this exhibition because you enter it with a criticality. You enter it knowing that you're going to critique those categories of distinction that were made and that are actually, in many ways, sometimes very colonial distinctions. Ik vind het heel belangrijk dat deze tentoonstelling er is, omdat ik hoop dat de bezoekers zullen zien hoe complex dingen in elkaar steken. Dus je hebt de werken van Kirchner en Nolde, dat zijn niet zomaar werken die uit het niks ontstaan zijn. Die hebben echt een hele rijke en complexe context. En in een context die heel
voor een groot deel verbonden is met de kolonisatie, de Duitse kolonisatie in dit geval. En je ziet dus hoe schatplichtig eigenlijk Nolde en Kirchner zijn aan deze hele kolonisatie en aan de Duitse kolonisatie specifiek. Ik hoop dat mensen anders gaan nadenken over deze kunst en wat het betekent als je mensen van buiten-Europese culturen in die kunst ziet, op een bepaalde manier afgebeeld. Wat het verhaal van deze mensen zou kunnen zijn. Dat mensen er meer over nadenken ook wat de context van deze kunst eigenlijk is. En hoe deze kunst überhaupt kon ontstaan. Waarom is het mogelijk dat we er nu naar kijken en hoe kijken we ernaar? I think the reason for the Stedelijk doing this exhibition is that people should leave feeling implicated, what I call it. Feel a part of creating new worlds that do not reproduce the old structures and hierarchies that that relationship was characterizing that relationship. So you always want people to leave an exhibition believing that they can, out of what they've learned, shape the world that is to come. And I think I hope that is what happens. That out of that encounter, them with the artists, with objects, with history, that they leave feeling, okay, I am part now of trying to shape another kind of future. So I hope that happens. If it happens for two people, it's enough. If it happens for 500,000, that's great.